ben dan naar een chemische fabriek. Ik ben een paar jaar geleden geweest. Toen was ik helemaal alleen hier. En toen ben ik dus wilde honden tegengekomen. Laat ik jullie nu zien. Nou, veel succes. Laat mijn korte broek aan. Moet ik door deze door ons gaan kruipen. Het ziet eruit dat alles open staat hier. Nou, grote machines hier. Wat was dat? Tof voor Elko. Tof voor Elko. Dus, alleen kleintje stokt niet. Nee, maar er zitten flinke jutters bij, ja. We hebben flink of 20 gezien, denk ik. En ja, het staat er vooral honden. Dus, ja, kom maar. Het is een super groot gebied. Het is ook niet echt helemaal verlaten. Het is semi-actief. Dus we moeten echt goed opletten. Ook met dronen, dat we niet te pakken worden. Waarom is het zo mooi om te dronen hier? Ja, kijk. Het is gewoon ideaal. Koeltorens zijn allemaal hoge objecten. Ik voel echt de kou dat die uit die gebouwen komen. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. En een statief pakken. Voor de poten, hè? Ja. Het zijn precies koeienpoten. Heel koud is een statief al klaar voor als er hondjes komen. Normaal gaat het echt beton naar binnen. Ja. Oh, die is echt vet. Ja, wauw. Ja. Tof. Doe je dan de camera's goed? Kun je het moeilijk zien, oké. Okay. En die rollen moesten weer daar. In die kamer hier in die dingen. Ja. Lekker als een vlokkast. Ik heb een kamertje. Deze ligt heel erg mooi. Heel mooi. Kijk, 1990. Maar oh, Jezus. Het blaadje is wel gemaakt voor de jaren 80, zie je? Ja. Eigenlijk bedoeld om tot de jaren 80 door te gaan. Eens een keer geen bord dat voorgeschreven staat met de explore-namen. Daar ben je helemaal misselijk van tegenwoordig. Er is nog meer te zien, hè? Mooi, hè? Ja, dat is cool, man. Het is dezelfde fabrikant als die controlepanel beneden. Oh, ja. Iedereen koffie nog voor je te laten. Oh, Assen. Ja. Grappig. Ja. Zo, volgende bouw weer. Elke koe gaat als eerst, het is hondenvoer. Ja, dit is pas het begin, hè? Even opletten dat je auto's rijden hier of zo, hè. En nog geen honden gezien. Mooi. Asbest. Nee. Pure asbest. Like we care. Hier was met die honden. Ik ben naar die kant gevlucht. Ja. Dus trap daar echt door en dan rechts. De joekels. Dat kan toch niet van een hond zijn, joh. Zoiets. Jawel. Dat is een flinke, ja.
Nou, blijkbaar is er niemand hier, nee. Ik ga gewoon die honden te zoeken hebben hier. Dan niet hard, dat bedrijf het zelf doet, zie je dat? Dit is gewoon een mens weg te houden. Godver. Ik heb honger. Even checken. Ja, check maar. Gemankeerd boven ook een paar trekken zie ik. Echt? Ja. Grappig, ja, die oude turbinetjes hier. Ja, inderdaad. Dit moet echt gigantisch geweest zijn, jongen. Al die turbines hier, man. Dat is mooi, hè? Eigenlijk helemaal intact gewoon, dat ding. Ja. Perfecte laagje stop. Ja. Frederik, ik wil even met zijn poot aan. Het is gewoon tot alles nog werkt eigenlijk. Ja, hoor. Ja. Oh, wat? Kijk, hier ligt zo'n poster, man. Ah, ja. Oh, jeetje. Niet zo'n gezonde omgeving. Gaat er wel. Reageerbuisjes. Tof. Potjes met alles erin. Hier, hele vette controlekamer. Met broodjes. Die honden, man.
Hier zitten ze dus allemaal. Hier. Ziet er redelijk actief uit als je het zo ziet. Ja. Alrighty.